It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag heb ik voor jullie een soort van challenge. Wat zoals jullie in de thumbnail en misschien in de titel al hebben gezien, ga ik spelen zonder adjustable stok. En zoals jullie natuurlijk al weten, speel ik altijd met adjustable stok, behalve op submachine guns. Dus ik heb even een klas aangemaakt. Even kijken, dit is de klas. En ik heb dus een fast mag nu op mijn SKH gezet. Zoals jullie weten komt natuurlijk Black Ops 3 bijna uit. En toen ik Black Ops 3 de beta speelde, vond ik stok eigenlijk niet werken. Dus ik ga nou gewoon meemaken hoe het weer is om zonder stok te spelen. Want vroeger speelde ik altijd zonder stok. En dat doe ik nu niet meer. Ik zie daar al iemand. Zag daar al iemand campen. Maar hier is al 1 kill binnen. En hier is al gelijk 3 kills binnen. Oh, dan word ik genijfd. Fuck. Oké. Laat in ieder geval als je blauw duimpje mogen achter natuurlijk. Helpt me natuurlijk enorm. En we gaan gewoon kijken of wij dus hierdoor wel gewoon een chille score kunnen gaan neerzetten. Want wat we gewoon moeten gaan doen. Zo, moeilijk Nederlands. Heel moeilijk. Is niet inzoomen te gaan lopen. We moeten pas als we iemand in gaan inzoomen. Nou komt het wel goed, denk ik. Dan zou ik het ook echt niet weten hoor. Op dit moment gaan we gewoon nog wel best wel oké. Ik heb een UAV binnen, dus. Zo, daar zit twee te campen. Oké. Okay. Geef me alleen even dit ding, want hier zit ook geen stok op. Oh, ik word al gelijk gesniped. Laat maar. Ik dacht, er zit ook geen stok op, dus dan kan ik gewoon eventjes een kill mee maken. Maar het is wel logisch dat op sniper geen stok zit. Het zit er nooit op namelijk. Dat kon op Ghost wel, by the way. Daar kom ik net achter. Dat denk ik weer eens. Oh, daar gaan we triple. Kut teammate. Het gaat wel lekker zonder schot, zonder stok. Ik kom niet eens met mijn woorden, man. Fucking hell, maat. Tering, ik turn hem even hard daar. Holy shit. Ik heb bijna een visie, geloof ik. Oké, spannen niet hier in ieder geval. Spannen aan de containers kant. Ik sta zwart stil, oké. Ik had hier heel makkelijk dood kunnen gaan. Ik heb een 4 set, let's go. Oh my god! Hoeveel staan we? 19 om 2. Dan kan je wel als excuus zeggen dat het sniper zijn. Hij stond de headglitch. Ik had vergeten dat er zo'n headglitch stond. Ah, dit is mijn eigen schuld, jongens. Ik had hier gewoon. Ik denk dat ik makkelijk een nuclear tegen deze mensen had kunnen droppen. Kom maar. Kiekeboe. Kiekeboe. Jongens, we gaan aan het beest. Dit is niet eens een challenge meer. Dit is gewoon een peacepotje. Turnt hij zich om met zijn kap 40's, man. Dat is toch helemaal niet nodig. Ik heb toch flakjacket, dus I don't give a damn. Even gewoon mijn shit inroepen. Volgende keer beter. Ze blijven ook gewoon aankomen lopen, laat maar op. Daar stond er weer een. Zit even te campen hoor, jongens. Ik ga maar weg hier. Ik vind het triest om te campen. Vier zet je erin. Zo. Ik moet wel lekker gaan, jongens. Jullie. Ik ga vaker zonder stok spelen, gek. Het gaat veel beter. Oh, we zijn gecounterd. Oké. Okay. Oh, lekker.
Ik zeg lekker terwijl ik dood ga, man. Dan sla deze op. Hier loopt hij. Payback. Zo, mijn stem slaat vaak over. Ik kan niet meer zo'n hoog stemmetje doen. Payback. Ja, nee. Dan ga je zo'n rare... Hoe zeg je dat? Het lekt een beetje, jongens. Je krijgt een rare... Klank krijg ik nog opeens. Echt zo, hè? Dat. Jammer, jongen. Volgende keer beter. We moeten nog ongeveer 30 kills. En we hebben nu UAV. Ah, kut. Ik had 40, jongen. Ik heb 40 kills gewoon. 40 om 5 in TDM. Holy shit. Zit hier een enemy? Oh, zo! De lekker! Word ik opeens zo helemaal neer geduwd. Ah, daar ga je sowieso hier gaan schieten van komen, jongens. For fuck's sake. Teammate, wat doe je? Teammate loopt gewoon te schieten op niks. Dat kan. Dat mag allemaal. Het is alleen niet al te handig om je spot zomaar te verraden. Nog één kill, jongens. En wie maakt die? Die maakt natuurlijk om. It's just so. Dus. Holy shit. Mocht je nou even deze video laten, even je blauw naar mogen achter natuurlijk. Help mij enorm. 43 kills en 6 deaths is onze eindscore. We hebben een KD van 7,17 natuurlijk. Dus. Probeer natuurlijk ook zelf uit. Als je natuurlijk altijd stok gebruikt, ga hem proberen een keer gewoon zonder te spelen. Kijken hoe het gaat. Jongens, mocht je nou even deze video laten, even je blauw naar mogen achterhouden natuurlijk enorm. En hoop jullie ook te zien bij de video van morgen. Dus jongens, super bedankt voor het kijken in deze video. En tot de volgende keer. Later.